Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb weer een nieuwe video. Het slaat helemaal nergens op wat ik nu zeg. Gigantisch. Ik ga gewoon gelijk. Hoi en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ga gewoon gelijk met de deur. Hoi. Waarom doe ik dat? Floor. Hoi en leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe video. Om gelijk met de deur in huis te vallen. Oké, laat maar. Gaan we gewoon gelijk beginnen. Want het is veel. En het is leuk. En ik heb namelijk van Naked, echt super leuk, een vet groot pakketje binnengekregen. I mean. Ja. Yeah. Hij is zwaar. Hij is groot. Niet normaal. Niet normaal. Echt ziek. Dus. Tijd voor een Naked haul. Ik heb er heel erg veel zin in. Echt zo leuk. Ik ben namelijk benaderd door Naked. En ik mocht 11 items uitzoeken. Waarvan ze 9 dingen gingen opsturen. Want dat heeft te maken met als het uitverkocht is of whatever. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze hebben opgestuurd. Ik heb hem al wel opengemaakt. Ik kon het niet laten. Ik moest even een klein beetje kijken. Maar toen kwam ik erachter dat het zoveel was dat ik gewoon niet bij de onderkant kwam. Dus ik kon het eigenlijk helemaal niet zien. Dus we gaan gewoon gelijk beginnen. Doe alvast een duimpje omhoog. En als jij er zin in hebt, abonneer op mijn kanaal voor als je nieuw bent. En dan gaan we beginnen. Ik zal trouwens aanbeelden bij je doen. En om alvast te beginnen, ik heb een kortingscode voor jullie. Namelijk Floor20. Voor 20% korting. Goh. 48 uur is die geldig. Dus hij is niet altijd geldig. En hij is ook niet op sale producten geldig. Maar voor de rest alles. Ik zal alles, alle items hieronder even linken in de beschrijving. Mocht jij benieuwd zijn, iets willen. En we gaan nu gewoon beginnen. Dus zin in. Oh, ik vind het zo leuk. Ik ben zo blij. Oké, let's go. Eerste item is... Oh, ja! Ik ben zo blij! Oh, leuk! Ja, dit was mijn dit is al gelijk mijn favoriet. Ik heb namelijk dit jurkje gevraagd. En hij is zo mooi. Ik weet niet of je het goed kan zien op beeld, want het is zwart. Dat kun je wel zien. En hij heeft zulke prachtig mooie mouwen. Echt zo'n mooie ballonmouw. Gaas met hele mooie detail. En hieronder is hij weer aansluitend. Oh my god, ik ben hier zo blij mee. Dit is zo mooi. Ik heb alles, nou ja, bijna alles in maatje 34 besteld. Want Naked valt best wel groot. Normaal krijg ik voor kleren altijd 36. Maar ja, Naked valt dus groot. Dus heb ik er 34 gedaan. Ik hoop dat ik hem pas. Zo te zien wel. En hij heeft ook heel erg mooi bij de rok zo'n detail. Dat het zo in laagjes valt, zeg maar. Super leuk voor uitgaan met een riempje. Deze vind ik heel erg leuk. En oh my god. Ja, ik ga even de prijzen erbij pakken, want dat is wel echt noodzakelijk. Dank voor de vlam, want die brandt weer als nooit tevoren. Het jurkje kost €78,95. Dan gaan we door naar het volgende item. En ik zie heel veel zwart bovenop liggen. Volgens mij heb ik niet alleen maar zwart gedaan. Maar goed, dan zijn dat de eerste items die nu in de video komen. Oké, deze is dik. Ik denk dat het een trui is. Laten we kijken. Yes, dit is een hele mooie trui. Echt een hele mooie kwaliteit truitje. Een zwarte. Gehaakt. Of wat dan ook. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel verstand van. Dus gewoon, ja, dit is wel gehaakt of zo. En hij heeft ook weer zo'n ballon mouw. Dat kun je wel heel goed zien. En dan sluit hij weer mooi hier zo bij de handen aan. En het heeft een iets hoger halsje. En ook hier weer zo'n soort van band dat die aansluit aan je lichaam. Dus deze trui heb ik ook in een XS gedaan. Maat XS dus, 34. En in het zwart. En ik ga even opzoeken. De trui is €33,95. Dan, oh dit lijkt heel erg op wat ik nu aan heb. Dit. Ja, ik ga hem openmaken en dan ga ik je wat vertellen. Oké, dit is het. Ik heb namelijk dit blouseje aangevraagd. En dat heb ik gedaan omdat ik eigenlijk dit blouseje wilde van de Zara. Met die, ja, dat zachte stofje met die rip dingen. En toen zag ik deze, dacht ik, oh die lijkt erop. Maar uiteindelijk heb ik deze nu al gekocht. En heb ik deze dus nog een keer. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want ik vind dit wel echt zo'n nette blouse of zo. Ik weet niet, hij is gebroken wit. Heel klein beetje beige-achtig. En ik heb hem in de maatje 36 besteld. Oh, de kleur is cream. 36. Oeh, dat is wel groot, Floor. Oh, ik denk dat ik had bedacht dat ik hem ook net zoals dit lekker open zou doen en lekker groot.
deze. En dan heeft hij twee zakjes bij, ja, bij je borsten en bij je boezems, weet ik het. En hier sluit hij de knoop. Zijn het knoopjes? Zit hier een knoop in? Ja, de knoopjes sluit hij af met zo'n band ervoor, zodat je dat niet ziet. Dus deze, en die vind ik heel erg leuk. De blouse was €55,95. Oké, next. Oh my god. Oh, kan je het zien? Wacht. Kijk dan. Hoe zacht. Ik denk, ik denk dat dit de jas is die ik heb gevraagd. Ja! Woep woep. Break it down. Ik had nog een windjas nodig. Kort maar krachtig. En ja, nou, ik heb er een. Ik vind hem leuk. Dit is namelijk zo'n korte winterjas. En dat vind ik ook wel een keer wat anders. Ik heb namelijk een witte sjaal gekocht bij de Primark. En ik dacht, als ik dan... Ik hoopte al dat ik deze zou krijgen. En dan met een zwarte jas en een witte sjaal. Helemaal leuk. Dus deze jas van Naked. Hij is ook best wel dik. Ik had het niet verwacht. Heel vaak zie je met zulke korte modellen van zulke jassen dat ze niet zo heel dik zijn. Dat je hem eigenlijk niet echt in de winter kan dragen. Maar daar ben ik wel heel erg blij om. Dat dat bij deze niet zo is. Oké, struggle met de rits. Dit is hem. Ik ben heel benieuwd hoe die staat. Ik vind hem heel erg leuk. Hij heeft dus een rits en hij is zwart en dan faux fur. Heel erg mooi. Oh, er zitten ook nog zakken in. Helemaal geweldig. Wel open van de bovenkant. Er zit geen rits in ofzo. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd. Ik vind dit echt leuk. Deze heb ik ook in de maatje 34 besteld. Omdat alles groot valt. En ik dacht, zou ik nog een 36 doen? Want ja, je hebt in de winter wel een trui en zo aan. Toen dacht ik, nee, want als hij nou echt groot valt, vind ik zulke jassen echt niet mooi. Dit moet niet heel groot, snap je? Ja, dus ik dacht, ik doe een 34. Dus ik hoop dat die past. En hier ben ik heel erg blij mee. Hij heeft ook, dat is ook wel goed om te zeggen, een heel stevig bovenkantje, zeg maar. Dus het zit wel echt zo, volgens mij. Dat is wel top, want dan krijg je het niet zo koud. Deze jas kost €78,95. Met mijn code is het dus goedkoper. Floor20. Ja, deze is zo mooi. Deze, ik weet al wat het is, trui. Deze vind ik echt mooi. Die verkopen we ook in de kledingwinkel waar ik werk, Lily. En dit is de trui. Oh, hij is zo mooi. Dit kleurtje, ik bedoel, dit wil je. En dan met blond haar, bruin haar is trouwens ook echt top. Maakt ook niet uit welke kleur haar je hebt, maar ik vind hem echt leuk. Ja, echt top. Het is een heel lekker zacht stofje. Hij heeft ook hele mooie ballonmouwen weer. En dan sluit hij weer hier zo aan je hand aan. En ik weet niet, het is een beetje zo'n oud rozige kleur. Je kan het eigenlijk heel goed op camera ook zien. Met een wittige gloed erdoorheen gebreid. Dus dat vind ik heel erg mooi. Deze heb ik ook in een 34 besteld, volgens mij. Oh nee, deze heb ik in een S besteld. Dat is een 36. En hij valt ook niet heel lang. Dus dat vind ik wel mooi. Met een hoge broek of zo. Dus ja, hier ben ik heel erg blij mee. Ik ben benieuwd hoe die staat. Maar deze kleur, dit is echt helemaal mijn kleur. Deze sweater is €44,95. Dan gaan we door naar het volgende. Oké, ik weet al wat het is. Heel leuk. Al wat erg. Ik heb een nog een winterjas gekregen. Oh, ja. Heel mooi. Dit is een zwarte faux fur. In het lang. Een lange jas. Hier ben ik blij mee. Oh, ik hoef geen winterjas meer te kopen, joh. Dat is top. Maatje 36, een long teddy fur jacket in het zwart dus. Deze heeft ook weer zo'n heel erg mooi halsje, zeg maar. Zo'n stevig halsje. Sluit mooi aan. En heeft knopen? Ja, gewoon drukknopen. En hij valt lang. Heeft hij zakken? Ja, hij heeft ook nog zakken. Heel stevig voelt hij. Echt lekker warm ook. Als ik dit nu aan heb, zweet ik me kapot. Dat weet ik nu al. Maar echt heel fijn. Oh, wat fijn. Oh, dat vind ik echt heerlijk. Hoop dat hij mooi is. Maar dat hoop ik bij alles. Dus dat zeg ik ook de hele tijd. Oh, ik ben echt verwend. Ik vind dit leuk. Deze zwarte lange jas. Deze is €111,95. Trouwens, de prijzen die ik nu de hele tijd opnoem zijn dus zonder mijn code. Dus er gaat nog geld vanaf. Dat is altijd goed. Oké, dan gaan we door naar het volgende item. Een spijkerbroek. En ik draag dus nooit spijkerbroeken. Alleen van die boyfriend broeken met gaten en zo erin. Dat vind ik echt heel vet. Maar gewoon
aansluitende spijkerbroeken draag ik eigenlijk nooit. Ik weet niet. Ik vind het niet zo goed bij me staan. Ik voel me dan een beetje zo'n lompe boerin. Niet dat mensen die dat wel dragen lompe boerin zijn. Maar ik voel me dan echt een lompe boerin. Ik weet niet. Maar oké, ik hoop dat die past en leuk zit. Zeg ik het weer. Het is deze spijkerbroek. Heel mooi. Ik vind dit kleurtje ook heel mooi. Hey, ik moet zeggen, op beeld lijkt hij wel heel erg blauw. En in het echt valt het nog wel mee. Hij lijkt echt blauw. Maar goed, maakt niet uit. Dit is een beetje een high-waist model. Met hier wat van die details. Scheurdetails. En dan op je knieën ook van die scheuren. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Als het goed is, sluit hij gewoon aan tot aan je enkel daar zo. En dit heb ik in een maatje 34 gedaan. In de kleur mid blue. Dus deze spijkerbroek. En dat heb ik dus echt nog. Ik heb nog maar één blauwe spijkerbroek. Ik heb laatst alles weggedaan. Ik draag het niet. Dus ik dacht, laten we het proberen. De broek heb ik dus in een maatje XS 34. Normaal heb ik altijd 36. Maar goed, ik denk dat het dus wel past. En die is €44,95. Volgende item is, niet te geloven, nog een jas. Ik had niet verwacht dat ze alle jassen zouden opsturen. Ik dacht, misschien sturen ze er in de hoop eentje op zodat ik een witte jas heb. En ik heb ze alle drie. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het echt geweldig. Want deze is ook echt mega leuk. Deze. Oh, mooi. Oh, hij valt wel heel lomp. Ik hoop niet dat het echt zo lomp valt. Zoals het er nu uitziet. Maar oké, deze winterjas. Ja, ik vind het een heel mooi kleurtje van het bont. Vind ik echt. Het is geen wit. En ook niet echt dat bruine, maar een beetje ook weer dat beige, zeg maar. Dat vind ik wel echt heel mooi en heel zacht. Ik heb hem in een maatje 34XS. Oh, daar ben ik wel heel blij mee, want hij valt echt wel groot. Echt, echt groot. Misschien heb ik wel een XXS gemoeten. Goed, je moet later wel een trui ronden. Dus deze jas. Het is niet echt leer natuurlijk, denk ik. Want het voelt niet zo. En als ik hem open doe. Oeh, dat is niet lekker. De binnenkant is ook helemaal van dat bont. Oh, dat is echt heel lekker zacht. Oh, heerlijk zeg. Ik vind deze echt heel mooi. En dan heeft hij hier aan de onderkant ook nog zo'n detail met bontje. En zakken, dus deze. Ja, love it. Deze is €111,95. Dan komen we alweer aan bij het laatste item. Ook iets zwarts. Laatst heb ik het wel met zwart. Ah ja, oh leuk, ja. Ik heb een leren broek gevraagd. En dit is niet zo'n, ik heb namelijk al een leren broek van Naked. Maar die stond bij mijn kont zeg maar op knappen. Dus die is een soort van bij die naad helemaal uitgescheurd. Zit van die gaten allemaal in. En nu heb ik deze. En deze lijkt me wat, ja die voelt sowieso wel veel stretchier. En dat is niet zo'n zacht leren broek. Maar iets echt een beetje zo'n spijker leren broek. Snap je wat ik bedoel? Deze. Misschien kun je het nu wel een beetje zien. Heel erg mooi. Hij heeft ook een zilveren knoop. Maar hij heeft wel echt lekker stretch. Dus deze leren broek. Heel mooi vind ik die. Ja, die is ook leuk met dat blouseje. Of die trui ook weer. Die roze. Deze heb ik in een maatje S. Een 36. Oh, daar ben ik wel blij mee. Want als ik een 34 doe, is denk ik te strak ook met leren broeken. Dus een S. En deze was... En deze is €44,95. Oké, even een onderbreking tussen de video. Ik heb alle aanbeelden opgenomen. En oh my god, ik vind alles oprecht zo leuk. Ik had het zo niet verwacht. Dat blouseje dacht ik, zeg maar toen ik het wou bestellen van, zou ik het dragen? Nu ik het aan heb gezien met die leren broek, het is echt zo mooi. Ik ben zo blij. Dus dat wil ik echt even zeggen, alles past behalve de spijkerbroek. Die zit echt te strak. Dus de volgende keer moet ik daar zeg maar een 36 van. Dus geen 34. Maar voor de rest alles past. En van deze broek heb ik dus wel een 36. En die past wel. Dus ja, I'm out. Dit waren de items die ik heb ontvangen van Naked. Ik ben er echt heel erg blij mee. Nogmaals, mijn code is dus FLOOR20 voor 20% korting. En alle linkjes staan in de beschrijving. Ik heb dus vaak een 36 in het echte leven. Maar op Naked heb ik een 34. En ik ben 1,70 meter. Want vorige keer kreeg ik er ook wel vragen naar. Voor de broeken en zo. Dus dat was eigenlijk alweer de video. Vergeet je dus niet te abonneren op mijn kanaal. Ik hou nu de vrijdag aan. Mocht jij benieuwd zijn waarom en wat en hoe dan ook. Kijk even mijn vorige video. Ik zal hem hierboven even linken. Dan weet jij wat er allemaal aan de hand is. En ja, vrijdagmiddag denk ik 4 uur. Dat ik die erin hou. Oké, deze video is iets eerder online gekomen. Namelijk dus de zondag.
Maar de vrijdag wordt wel aangehouden, maar dit was even voor Naked. Want op Instagram zet ik de stories ook op zondag. En dat zou een beetje gek zijn als deze video pas die week erop vrijdag online komt. Dus ja, heel verhaal, maar goed, deze kwam op zondag. Vanaf nu vrijdag. Dus bedankt voor jullie antwoorden hierop. En bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie tot de volgende week. Doei doei!